Mijn naam is Chiverny Ferron en ik werk als kinesitherapeut binnen het mucoviscidose referentiecentrum en ook als vliegende kine binnen de groep pediatrie. Ik wil altijd iets in de medische sector doen en sowieso iets met kinderen. Je hebt een nauwe band met je patiënten ook. Je bent niet enkel als paramedici daar, maar soms ook een beetje vertrouwenspersoon. Hetgeen dat je sowieso wil bereiken is je patiënt of die persoon beter maken, zodanig dat die naar huis kan gaan, maar dat loopt niet altijd zo. Zeker ook mucopatiënten, je ziet ze vanaf jongs af aan evolueren, dus je bouwt daar zeker een band mee. En als die dan sterven of niet op tijd nieuwe longen krijgen, dan ja, dat piekt dan wel. Dus dat zijn wel dingen die blijven hangen. Maar je put daar dan wel weer kracht uit om er opnieuw voor te gaan voor nieuwe patiënten. En ook zeker kracht put ik uit mijn collega's, waar je altijd bij terecht kunt voor een babbel. Dus je staat er nooit alleen voor. Er is veel onderzoek ook, want ja, de kine evolueert elke dag. Het UZ biedt ook veel plaats voor eigen inbreng. Je mocht altijd nieuwe ideeën aanbrengen, nieuwe dingen uitproberen. Je krijgt steun van de artsen. En er is ook plaats voor opleidingen te gaan volgen. Niet elk ziekenhuis biedt die mogelijkheid.